We zijn hier vandaag bij de aftrap van mijn project Drums in de Wijk. Mijn naam is Barbara en ik ben actrice theatermaker. En vandaag begin ik bij het Huis van de Dam, of Huis van de Wijk de Dam, ga ik theater maken met kinderen. Drums in de Wijk, zo luidt het project waarbij Barbara Willemsen de wijken in wilt gaan om jongeren in contact te brengen met kunst en cultuur. Volgens haar worden veel jongeren wegens verschillende omstandigheden niet genoeg geprikkeld. En om daar verandering in te brengen begint ze nu dit project. Maar daar ging wel een lange crowdfundactie aan vooraf. Ik ben een crowdfundactie begonnen om 6000 euro te verzamelen. Om dat te kunnen betalen voor Drums in de Wijk. En het is gelukt. Het was echt, op het allerlaatste moment is het gelukt. Ik had geloof ik nog 18 minuten over. Maar het belangrijkste is dat ik dat nu kan investeren in Drums in de Wijk. Met dit geld kan Barbara het project volledig bekostigen. En volgende week trekt ze dan ook naar de Tarwewijk. Waarna ze in verschillende vakantieperiodes andere wijken aan wilt gaan doen. Maar het begint deze week in Feyenoord. Alleen zoals de opkomst laat zien, kan het werven van kids soms nog best lastig zijn. Ik kom natuurlijk niet uit deze wijk. Dus ik heb een samenwerkingspartner, Humanitas. En Humanitas die zorgt dan voor de kids. En er zijn er nu wel een paar. Maar het is dus nog best afwachten wat er dan komt en wat er opkomt dagen. Maar dat is wel lastig om de doelgroep in de zomervakantie bij elkaar te krijgen. Er gaan er toch een hoop ook op vakantie. Wat er echter wel is, zijn vier enthousiaste jongeren en een gastdocent die samen met andere gastdocenten in verschillende disciplines deze jongeren de komende tijd gaat coachen. Zo. En dan? Dus je stapt eerst en dan pak je de andere voet. Okay. Ik ben een theaterdocent, dus ik ga die kinderen en de jongeren dan lesgeven, theaterlessen geven. We gaan van maandag tot vrijdag dan met hun werken en tot een presentatie toe. Ik vind het ook leuk om op het podium te staan en ik vind de shows vind ik ook echt heel leuk. Ik wil graag dingen leren, want ik kan zelf niet zo heel goed dansen. Dus en we zijn ook bezig met een dans en dat wil ik dan beter leren. Het is in de wijk en ik denk van weet je, heel veel kinderen kunnen niet op vakantie en hebben ook niet zoveel te doen. Dus het is echt zo'n mooi project om in de wijken te doen. En ja, dan kunnen ze gewoon iets doen in vakantie. Ik wil leren om mezelf meer voor mensen, voor publiek te dansen of te acteren. Deze skills kunnen de kids de komende tijd gaan ontwikkelen, waarna er aan het einde van de vakantie een show is om deze skills dan ook te tonen. En daarbij wil Barbara de jongeren een waardevolle les meegeven. Ik wil dat ze dit vooral allemaal doen vanuit hun eigen kracht. Dus dat ze er ook weten dat ze er mogen zijn en dat ze ook wat mogen vertellen. En dat ze dat dus ook door middel van theater maken kunnen doen. Ja, weet u dit weer? Oké, nog een keer.